De federale parlementsverkiezingen eisen hun tol. Een aantal volksvertegenwoordigers neemt voorgoed afscheid van het halfrond. Het zijn stuk voor stuk verdienstelijke politici die we niet kunnen laten gaan zonder een laatste gesprek over hoop, gemiste kansen en realisaties. Hilde Voutmans, Open VLD. Ik wil eigenlijk in de eerste plaats iedereen bedanken. Iedereen danken met wie ik de afgelopen jaren heel fijn heb samengewerkt. Met wie we samen hebben gelachen, ook gediscuteerd. Maar ook met wie we heel veel dingen hebben kunnen veranderen in de wereld. Want dat is de reden waarom ik in de politiek ben gegaan en waarom ik altijd een politieke drive in mij zal hebben. Dat is om de wereld te verbeteren. Gaande van de kleine problemen die je ondervindt in je stad of in je dorp, een weg of een stoep of een boom die in de weg staat, tot de grotere wereldproblemen. Dat zijn de dingen, denk ik, waar we allemaal samen voor moeten strijden. Alleen kan je niets, in groep kan je heel veel. Dus ik wens ook alle verkozenen heel veel moed, heel veel succes toe. Ik hoop dat ze met de nodige drive en inzet hier werken, heel hard werken om de wereld te verbeteren. Heel veel succes allemaal. Het zijn er eigenlijk meerdere. Ik kan niet spreken van één beste herinnering. Eigenlijk was heel mijn periode hier in het parlement een hele mooie periode. Ik ben 14 jaar geleden eigenlijk begonnen in de Senaat als medewerkster van de Rwanda-commissie. En dat was natuurlijk een heel erg boeiende periode om mee te maken hoe men onderzoekt hoe de moord op de Tien Paras is gebeurd en de genocides kunnen ontstaan. Dus dat was voor mij toch wel een heel frappante periode die mijn leven tekent. Ik ben dan ook op bezoek geweest, heb de massagraven gezien. Dus dat was heel aangrijpend. Ook politiek wel heel moeilijk, omdat we daar echt wel diepgaand onderzoek hebben verricht. Dus dat was eigenlijk een hele boeiende periode. En dan nadien natuurlijk ben ik verkozen geweest in 2003 voor de eerste keer. En dan was ik een van de jongste Kamerleden. En dat was eigenlijk een heel boeiende periode, omdat je heel veel steun kreeg van de oudere parlementsleden die je mee op pad namen. En in die periode heb ik heel hard gewerkt rond defensie en buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking. En heel fijn samengewerkt met andere collega's. Dat vind ik eigenlijk het mooiste in de politiek. Want je kan maar iets verwezenlijken als je samenwerkt over de partijgrenzen heen. En ik heb echt wel heel goede vrienden binnen mijn eigen partij, maar ook binnen andere partijen. En dat is natuurlijk heel erg mooi. En dan in 2007 ben ik herverkozen en dan werd ik fractieleider. Eerst nog commissievoorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken. Een heel boeiende periode waar je werkt met ambassades. En toch wel een moeilijke periode, want dat was op dat ogenblik de regeringsvorming. En heel veel ambassades kwamen uitleg vragen van, gaat België splitsen, wat gaat er gebeuren? Dus dat was politiek heel erg boeiend. En dan fractieleider geworden, wat natuurlijk een droom is van elk parlementslid, denk ik, als je een boeiende fractie van 18 personen mag leiden. En daar heb ik toch wel heel hard gewerkt rond het horecadossier en het rookverbod, het uitstellen van het rookverbod. Dus dat zijn eigenlijk allemaal mooie momenten, maar ik denk dat ik er 1000 heb. Ik ben in de politiek gegaan om, ik zei altijd, om de wereld te verbeteren. En ik heb toch wel het gevoel dat ik met het wetgevende werk hier dingen heb kunnen verbeteren. Dat ik stenen heb kunnen verleggen, ook rond bijvoorbeeld rond de rechten van de militairen. Waar ik heel goede contacten heb gehad met militairen in kazernes, op zendingen, waar ze toch in heel moeilijke omstandigheden vechten om die vrede te maken. Ook rond ontwikkelingssamenwerking, de vrouwenrechten. Ben dan ook bekroond, dat mandaat moet ik nu helaas ook achter mij laten, tot de voorzitter van het Europees Parlementair Forum, dat echt wel strijdt voor vrouwenrechten, internationaal, tegen genitale verminking, tegen moedersterfte. Dus al die zendingen, die internationale contacten, dat was gewoon een verrijking van uw leven. Ik zal daar altijd met heel veel mooie herinneringen en vreugde naar terugkijken. Dus ik heb heel veel geleerd hier, maar ik heb ook heel veel kunnen doen. En dat maakt mij eigenlijk wel blij. Wel, de slechtste herinnering, denk dat als iedereen eerlijk is, dat de traagheid is. Het is vooral de traagheid om dingen in beweging te brengen. Heel veel uren overleg, discussiëren, onderhandelen. Maar dat is gewoon zo, omdat je natuurlijk met veel partijen zit, met veel verschillende partijprogramma's. Maar dat vond ik eigenlijk het meest frustrerende. Dat als je weet van, daar is een probleem, iedereen onderkent dat probleem. Je weet ook, er moet een oplossing komen, daar is ook iedereen het over eens. Maar dan de richting waarin die oplossing moet gaan, daarover verschillen dan de meningen. En dan begint het natuurlijk, de goede contacten met de partijen, binnen je eigen partij. Dus de traagheid om dingen in beweging te brengen, dat was soms heel erg frustrerend.
Wel, ik denk dat er een aantal zijn. Een van de eerste dingen waar ik toch wel heel veel... Ik denk dat ik jaren aan gewerkt heb, was de wetgeving voor de transseksuelen. Dat lijkt misschien een heel erg klein probleem in België, maar als je ervoor staat, voor die mensen was dat een heel belangrijk probleem. Ook de rechten van de militairen, dat ze kunnen opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was een voorstel wat al dateerde van in de jaren 70. Ik heb daar ongeveer 80 uur over onderhandeld. En ze zijn dan in 2006 mogen opkomen bij gemeenteraadsverkiezingen. En ik krijg nog altijd mails en berichten van militairen die zeggen: dankjewel, we zijn zo blij dat we ook ons politiek engagement kunnen waarmaken. Dan heb ik kleinere dingen gedaan rond veiligheid voor paarden in het verkeer, de ruiter in het verkeer. Ik ben zelf ook een Amazone. Dus door al die kleine dingen, ook de fluovestjes in de wagen. Als je in pan valt, dat je nu dat vestje ook kan aandoen. Ik vond het altijd hallucinant dat je zei, je hebt wel die verkeersdriehoek voor je auto te beschermen. Maar als je zelf uitstapt, heb je eigenlijk niets. Terwijl mijn leven is waardevoller dan eigenlijk een stuk van je auto. Dus zo van die verwezenlijking hebben we toch wel kunnen doen. En ja, rond de vrouwenrechten denk ik echt wel dat ik heel veel heb kunnen doen. Een actieplan tegen die genitale verminking, want mensen weten dat niet. Maar op dit ogenblik zijn er ook een 800 jonge meisjes in België die het gevaar lopen om genitaal verminkt te worden, om besneden te worden. En dat vind ik iets, ja, dat meisje haar leven wordt gewoon geruïneerd. Dus we moeten ons daar als vrouw en als man tegen verzetten. We moeten strijden dat dat onrecht hier in België en elders niet meer gebeurt. Dus zeker rond die verwezenlijkingen ben ik toch wel heel erg fier en blij. En dan zijn er ook dingen waar ik mee bezig ben en die niet vooruit gingen. Waar ik nu hoop dat anderen de strijd zullen overnemen. Ik denk maar rond de naamgeving voor doodgeboren kinderen. Heel veel mensen verliezen een kind en je kan nu wel een naam geven, maar sommige kinderen worden nog vroeger geboren. En ja, dan vind je daar gewoon nergens een spoor van terug. En nog vorige week kwam ik een vrouw tegen die zei: wie gaat dat nu doen, Hilde? Je hebt ons altijd zo gesteund. Wie gaat dat nu doen? Ik zeg, ja, ik zal er wel voor zorgen. Er zijn genoeg mensen nu verkozen die ook geëngageerd zijn. Dus ik heb heel wat dossiers klaargemaakt voor de opvolgers. Naamgeving doodgeboren kinderen. De strijd tegen zelfdoding in België. Wij zijn het land binnen Europa wat bijna het hoogste cijfer heeft van aantal zelfmoorden per dag. Wij slagen er dus niet in om mensen laten zien dat het leven waardevol is. Dat mensen kunnen opvangen die in de problemen zitten. En daar wil ik mee bezig zijn. Dus ik hoop dat anderen die strijd zullen overnemen. Ik ben vaak verwonderd. Niet alleen over de media trouwens. Nee, ik moet je zeggen, ik voel dat de aandacht voor het parlement is enorm toegenomen. Onder andere door Actua TV, onder andere door Villa Politica. Dus die dingen vind ik eigenlijk heel goed. Ik vind het goed dat mensen eindelijk eens zien wat er in de commissies gebeurt. Want heel vaak heb je die grote mediamomenten van de partijvoorzitter die een persconferentie doet, of het grote debat in de Kamer. Maar het eigenlijke werk gebeurt hier, in deze commissiezalen. En die aandacht is vergroot, dat is goed. Maar natuurlijk focust men, en dat is soms natuurlijk betreurenswaardig, men focust heel hard in op die zware debatten, op die discussies, op die ruzies. Mensen zeggen, jullie maken altijd ruzie in het parlement. Dat is niet zo. Maar dat is natuurlijk de boeiende momenten van de clash. En dat wordt dan een beetje uitvergroot. Waardoor je eigenlijk het stille wetgevende werk, het wetgevende werk waar je in compromis, waar je op voorhand goede afspraken maakt, krijgt veel minder aandacht. Dat is soms wel een beetje erg, maar ja, je probeert dan via andere kanalen toch wel aan de mensen te laten weten het werk dat je verricht hebt. Dus er zijn ook andere kanalen natuurlijk, via kranten, via websites, via nieuwsbrieven, waarin je toch kan bekendmaken het werk dat je hier verricht elke dag opnieuw. Maar ik heb altijd heel goede contacten, want de media hebben het soms ook heel moeilijk om met politici te werken. Dus dat is een relatie die van twee kanten komt. Dus ik heb heel veel respect voor ieder zijn werk. Ik denk op dit ogenblik het grootste pijnpunt is dat men te weinig in de diepte werkt. Het moet vaak heel snel gaan. Het moet vaak, men denkt, men kaart één keer een probleem aan en denkt dan zal het wel opgelost zijn. Mijn ervaring hier, 14 jaar in huis, leert mij dat het met één of twee tussenkomsten niet opgelost is. Dat je moet blijven doorduwen, dat je bondgenoten moet zoeken. Binnen je eigen partij, met andere partijen, maar ook buiten de politiek. Als je een hele vereniging hebt die je steunt, die achter je staat, die je kan meehelpen werken om het dossier in beweging te krijgen. En volgens mij krijgen we daar soms te weinig tijd voor. Het moet vaak in quotes van 10, 15 seconden. Een groot probleem uitleggen om op te lossen kan je niet doen in 15 seconden. Daar heb je wat meer tijd voor nodig. Dus de snelheid, de dieptegang, zo, dat zijn toch wel dingen waar ik hoop dat men wat meer aandacht aan gaat besteden.
neem rustig je tijd, laat je niet opjagen door de media. Werk goed rond dossiers, gebruik netwerken, ga naar mensen toe, luister naar de problemen. Je bent in de politiek om de problemen van de mensen op te lossen, niet om problemen bij te maken. En vind vrienden buiten je eigen partij. Vind vrienden in andere partijen, want je moet met andere partijen samenwerken of er komt gewoon nooit iets van. Je kan dan wel een groot krantenartikel hebben of een groot interview, maar het zal niet in beweging komen. En dus je moet echt wel werken, denk ik, om dingen in beweging te brengen. Om dingen te laten starten, om problemen op te lossen. En dat kan alleen maar als je samenwerkt. En doet dat in goede verstandhouding. Je kan gerust eens een zwaar debat ideologisch hebben. Ik heb alleen Maya de Thijs bijvoorbeeld, is echt een heel goede vriendin van mij, maar wij verschillen van mening over bepaalde thema's. En in een commissie kunnen wij een goed debat hebben, maar wel met respect voor mekaars mening. En op het einde van dat debat kunnen wij gerust een pint samen gaan drinken. En die vriendschap die zal blijvend zijn. En dus ik denk dat je, als je wil dingen veranderen, ik zeg het u, vind bondgenoten bij de andere partijen. Buig niet terug op je eigen gelijk. Je weet, als je dingen wilt in beweging brengen, zal je af en toe een compromis moeten sluiten. Een heel fijn gevoel. Ik ben ongelooflijk blij dat ik die kansen heb gekregen, dat ik hier 14 jaar heb mogen werken. Dat is een ongelooflijk fijn gevoel. Anderzijds ook heel veel triestheid. Ik ben mijn bureau aan het opruimen. Ik had hier graag verder gedaan. Dus ik hoop dat ik in de politiek kan blijven, want ik doe dat echt doodgraag. Dat zit in mij. Ik luister naar de mensen, ik zoek mee naar oplossingen. Ik heb hier veel vrienden. Dus ja, ik hoop dat ik in de politiek kan blijven werken. Maar soms is het, sommige dagen gaat het nu goed en zeg ik, ja, er zijn nieuwe kansen. Andere dagen voel je ook wel dat je het enorm gaat missen. De grote vraag, en dat is de vraag van 1 miljoen, wel, ik weet het niet. Er is nog altijd een kans dat er is één cooptatie die de VLD mag doen. Er zijn er natuurlijk verschillende kandidaten voor, goede kandidaten ook. Dus wat dat betreft zal de partij een heel moeilijke keuze moeten maken. Dus ik hoop dat ik een kans daar krijg. Als dat niet zo is, dan weet ik het niet. Dan begint er voor mij een zoektocht, denk ik, hoe ik mijn drive om de wereld te verbeteren kan kwijtraken. Dat zit in mij gewoon. Ik wil de wereld verbeteren, stap voor stap. En als het niet in de politiek kan, dan... Ik hoop nog altijd dat het in de politiek kan. Maar als het niet is, ja, dan zoeken we iets anders. Ik denk wel dat ik genoeg vuur en drive in mij heb om elders ook gelukkig te zijn. En de politiek, denk ik, dat altijd in mij zal blijven zitten. Dat is een virus dat ik ooit heb opgelopen. En ik raak daar niet vanaf en ik wil er ook niet vanaf. Maar het parlement is een van de boeiendste omgevingen, denk ik, omdat hier alles ter sprake komt. Het is zo afwisselend. Het is zo fijn om te doen. Ik zal wel zien wat de toekomst brengt.